Goedemiddag. Deze week hebben we ook in het kabinet bij stilgestaan. Gunstige ramingen van de OESO en van de Europese Commissie. Wat je ziet is dat de economische groei lijkt aan te trekken. De bedrijfsinvesteringen nemen toe. Het lijkt waarschijnlijk, zekerheid krijgen we later, maar dat op basis van deze cijfers Nederland ontslagen kan worden uit de Europese tekortprocedure. Alle seinen staan ervoor op groen. En begin juni zal de Europese Commissie daar uiteindelijk besluit over nemen. We zien die positieve ontwikkelingen ook elders in Europa. De programma's voor landen als Ierland, Portugal en Spanje, die worden beëindigd. Deze landen hebben weer zelf toegang tot de financiële markten. Je kunt dus zien dat de crisismaatregelen die we sinds 2010 in Europa aan het nemen zijn om de schuldencrisis in Europa te stabiliseren, dat die stap voor stap ook nu beginnen te werken. Daarmee is de directe schuldencrisis in Europa voorbij. Er is nog veel te doen. Maar de directe schuldencrisis in Europa, waarbij landen ook echt meerdere landen aan het infuus lagen, die directe schuldencrisis is voorbij. Dat is goed nieuws. We moeten nu bezien dat de positieve prognoses ook worden gerealiseerd. Er is nog veel werk voor nodig, nog een lange weg te gaan. En deze landen zullen ook echt moeten doorgaan met het doorvoeren van hervormingen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor veel grotere economieën als Italië en Frankrijk, die met grote tekorten kampen. Soms zowel staatsschuld als tekort, dan wel in het geval van Italië vooral de staatsschuld. Dus er is nog heel veel werk te doen. Tegelijkertijd zien we op dit moment in Europa, ook in Nederland, dat er nog steeds mensen zijn die hun baan verliezen. Nog steeds zien we winkeliers die geconfronteerd worden met omzetdaling. En nog steeds staan er koopwoningen onder water. Dus wat dat betreft is het nu van het allergrootste belang om waar voorzichtig de economie uit het dal kruipt, om koers te houden. Door te gaan met het versterken van de economie door een combinatie van hervormingen en herstel van overheidsfinanciën. Ook het huishoudboekje is namelijk nog niet op orde. Nog steeds geven we miljarden per jaar te veel uit. Uiteindelijk is het de ambitie om te komen tot een begrotingsevenwicht. En in die zin is het wellicht verstandig nog eens te benadrukken dat een tekortnorm van 3%, dat een uiterste limiet is. En dat we eigenlijk nu pas onderweg zijn naar begrotingsevenwicht. We laten nog maar net die 3% in de rug achter ons. Het belangrijkste doel voor dit kabinet is het herstel van werkgelegenheid, banen. Daar zijn nu al onze inspanningen op gericht. Echte banen die ontstaan door economische groei, ontstaan door investeringen van bedrijven. En daarom ook zijn bijvoorbeeld hervormingen op de arbeidsmarkt die nu voorliggen bij de Eerste Kamer van groot belang en die zullen daar ook zeker aan bijdragen. Kortom, samenvattend, de voorspellingen, de ramingen zijn gunstig. We zijn op de goede weg. Er moet nog heel veel gebeuren. Er zijn belangrijke stappen gezet, maar we moeten nu volhouden. Onverstoorbaar doorgaan met waar we aan begonnen zijn. Eerste vraag, NOS, Ron Vreese. Meneer Rutte, over het kinderpardon. Daar is veel discussie over ontstaan deze week. Kunt u uitleggen waarom een kind dat hier al een aantal jaren onder toezicht van het Rijk is, wel kans maakt met dat kinderpardon? En een kind dat onder toezicht van een gemeente heeft gestaan, wat ook tenslotte de overheid is, geen kans maakt. Waarom is dat onderscheid gemaakt en kunt u uitleggen waarom dat onderscheid er is en waarom het goed is? Nou goed, het is goed dat u ook vaststelt dat de regels zijn zoals ze nu zijn. Hè. Ook de Partij van de Arbeid gisteravond bijeen, de partijorganisatie gisteravond bijeen, pleit ook niet voor verandering van die regels. Er zijn afspraken gemaakt over de vormgeving van het kinderpardon. En daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar diegenen die onder landelijk gealerteerd staan, die onder landelijk toezicht staan. Daar zijn allerlei redenen voor. Bijvoorbeeld dat waar het betreft het lokale toezicht de vraag is wat precies de achtergrond is van betrokkenen, welke criteria daarvoor worden gebruikt. Terwijl bij landelijk toezicht natuurlijk sprake is van één duidelijk afwegingskader. Dus daarom is bij het opstellen van het kinderpardon er ook voor gekozen om te komen tot één afwegingskader daarvoor te kiezen, namelijk zij die onder het landelijk toezicht staan. Maar kunt u dat uitleggen aan iemand die gewoon al een aantal jaren hier in Nederland is en keurig onder toezicht van de gemeente heeft gestaan, dat die dan dus niet in aanmerking komt voor die regels? Dan is wel de vraag wat u bedoelt met onder toezicht van de gemeente gestaan. Want veel mensen denken dan bijvoorbeeld aan het onderwijs. En ik vond dat ook gisteren Diederik Samsom, de politiek leider van de Partij van de Arbeid, dat goed uitlegde. Dat bijvoorbeeld zij die deelnemen aan het onderwijs daarmee nog niet onder toezicht van de gemeente staan. Dus het blijft altijd wat
warrig wat er precies mee bedoeld wordt. En juist omdat dat warrig is, omdat er geen eenduidig kader voor is, is er bij het opstellen van de regeling gezegd, wij kiezen voor die gevallen waarin er sprake is van landelijk toezicht. Want dan heb je ook de landelijke toezichtsorganen, dan heb je ook eenduidigheid in beleid. Dus mijn vraag of u kunt uitleggen waarom dat verschil er is en dat dat in het ene geval anders uitpakt dan in het andere geval, die beantwoordt u met ja. Dat verschil vindt u terecht? Ja. Dan is vervolgens de vraag, vindt u dat daar dan kinderen die ook gewoon al lang in Nederland zijn, de dupe van moeten worden van die regel? Terwijl zij, ja nogmaals, wel al jarenlang gewoon in Nederland wonen en onder toezicht van de gemeente staan. Dat dat dan ook misschien iets anders is. Ook hier is het heel lastig dat als je praat over kinderpardon, je praat over hele verschillende groepen kinderen. Je praat over groepen kinderen die aanvankelijk nog 18 min waren en inmiddels 18 plus zijn. Je praat over kinderen die zich, nou, die zijn zelf misschien niet, maar hun ouders wellicht, hè, zich hebben onttrokken aan landelijk toezicht. Je praat ook aan kinderen die te maken hebben met een situatie waarin bijvoorbeeld de COA, het Centraal Opvang, asielzoekers de opvang heeft beëindigd. Dus je praat over hele verschillende categorieën. Dus het is uiterst complex om daarin te duiden. En daarom ook dat we de regeling geprobeerd hebben zo te maken dat die zo eenduidig mogelijk is. Nou weet ik, in de bijna 4 jaar dat ik deze baan heb en in de 11 jaar dat ik nu in de politiek zit, dat als het betreft vraagstukken van asiel en migratie, het altijd uiterst ingewikkeld is. Er altijd individuele afwegingen moeten worden gemaakt. Er altijd ook sprake kan zijn van schrijnende gevallen. Vandaar ook dat de wet ruimte laat aan een staatssecretaris of minister om in geval van schrijnendheid, zonder daar vervolgens verantwoording precies over te hoeven afleggen, sprake kan zijn van toepassing van discretionaire bevoegdheid. Maar de regeling is duidelijk. Nu is de roep vanuit de Partij van de Arbeid erop gericht dat dat beleid ruimhartiger wordt toegepast. En dan zegt Samsom in aanvulling daarop, het gaat mij niet om verandering van de regels, maar het gaat mij erom dat de staatssecretaris ruimhartig gebruik maakt van zijn bevoegdheid om in individuele gevallen toch buiten de regels om een kind hier te laten blijven. Vindt u dat dat moet gebeuren? Ik heb de voorman van de Partij van de Arbeid zo verstaan dat hij de staatssecretaris oproept om ruimhartig de regeling toe te passen. En dat doet Fred Teven. Daar is ook geen misverstand over. Ik heb het niet zo verstaan dat hij oproept om ruimhartig gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid. Want dat zou ook niet gepast zijn. De discretionaire bevoegdheid is echt een zaak van de staatssecretaris of minister die die portefeuille beheert. En het zou uitermate onverstandig zijn om voor andere politici oproepen te doen over de toepassing daarvan. Wordt gevraagd om een ruimhartiger asielbeleid ten aanzien van kinderen. Ja, dat is precies wat hij gevraagd heeft, ruimhartig. En dat doet Fred Teven ook. Dus de regeling zoals die is opgesteld wordt door Fred Teven, de betrokken staatssecretaris, ruimhartig uitgevoerd. Ja, er zijn mensen, onder andere de kinderombudsman, die zegt, nou dat gebeurt helemaal niet. Want er zijn kinderen die tussen wal en schip vallen. En het is een idiote regeling. Ja, dat gaat eigenlijk terug naar mijn antwoord op uw vorige vraag. Hè, dat als je, waar het betreft asiel- en migratievraagstukken, tot regelgeving komt, het altijd zo is dat er mensen zullen zijn die zeggen, het had nog wat ruimer gemoeten. Of er zijn nog mensen die eigenlijk toch ook. Dat zal altijd zo blijven. Ja, Telegraaf, Jansen. Meneer Rutte, ik hoorde u net refereren aan de ouders. Vindt u eigenlijk dat bij het kinderpardon er erg veel wordt gewezen naar de verantwoordelijkheid van de overheid in deze? Ten opzichte van die kinderen die hier meer dan 5 jaar verblijven. En tegelijkertijd vindt u dat er ook voldoende wordt verwezen door PvdA, lobbygroepen, naar de verantwoordelijkheid van ouders van die kinderen? Namelijk als je afgewezen asielzoeker bent, dat je dient mee te werken aan je eigen vertrek. In algemene zin ben ik dat natuurlijk met u eens. Alleen in de vraag zat een verwijt richting de coalitiepartner besloten, die ik niet voor mijn rekening neem. Maar ik ben in algemene zin het eens met uw opmerking. De ouders hebben hier natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid. En ik geloof ook niet dat het allemaal PvdA-lobbygroepen zijn, zoals u het omschreef. Dus daar wil ik wat nuanceren, maar ik ben het met het algemene punt eens. De ouders hebben daar natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid. En is niet het verschil tussen onder rijkstoezicht staan en onder gemeentelijk toezicht staan, dat als je onder rijkstoezicht staat, dat je dan bekend bij de dienst terugkeer en vertrek, en daar dat een van de voorwaarden is voor als je hier mag blijven, dat je moet hebben meegewerkt aan pogingen om mee te werken, dus aan terugkeer naar je land van herkomst? Ja, dat is natuurlijk in de kern, omdat, mijn antwoord op de vraag van de heer Vrezen, hè, van het lokale toezicht, wat is dat dan? Want dat is mij nooit helemaal duidelijk geworden wat ermee wordt bedoeld. En daarom vond ik ook die opmerking van Samsom, Dirk Samsom, gisteravond verstandig, toen hij zei, ja, het onderwijs bijvoorbeeld kun je daar niet toe rekenen.
Nee, maar het valt me wel op dat u er zelf hier op uw persconferentie ook niet in slaagt om op vragen van mijn collega van de NOS duidelijk te maken wat nou precies het verschil is tussen gemeentelijk toezicht en rijkstoezicht. Wat is nou precies het verschil? Nou, dat is heel moeilijk aan te geven, omdat het gemeentelijk toezicht een lappendeken is. Dat kunnen allerlei dingen zijn, op basis van verschillende criteria, ook nog in verschillende gemeenten. U heeft gelijk, dat is een onderdeel daarvan. Het vraagstuk van werk je mee aan je eigen vertrek en ben je bekend bij de dienst die daarover gaat, die te maken heeft met uitzetting uiteindelijk. Tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat er natuurlijk kinderen zijn of ouders zijn en kinderen die uiteindelijk uit het toezicht van het centraal orgaan opvang asielzoekers uit dat toezicht zijn weggevallen, vervolgens zich misschien bij een gemeente hebben gemeld. Dus in die zin is dat een patchwork, is het een lappendeken. En omdat we dat ook wisten bij de formatie en ook bij het opstellen van de regeling is gezegd, je moet hier eenduidigheid hebben. Die eenduidigheid moet echt zijn, bekend zijn met de landelijke instanties. Okay, en vindt u dat dat ook voldoende is gecommuniceerd naar de mensen, zeg maar de ouders van de kinderen wie het hier betreft? Nou, dat is ingewikkeld, want als zij natuurlijk zich aan het toezicht onttrekken, dan kunnen wij ook niet met ze communiceren. Als ze wel bekend zijn bij de landelijke organen, dan wordt uiteraard aan hen ook gemeld waarom het zo belangrijk is dat zij regelmatig bericht doen en kont doen van hun aanwezigheid en hun beweegredenen. Maar zit daar niet de kern van het probleem dat als mensen niet weten wat het precies inhoudt, zich onttrekken aan rijkstoezicht en daar nu wel een consequentie aan wordt verbonden, dat u heeft het zelf al over een lappendeken. Hoe moeten mensen die in een lastig pakket zitten, even los van wiens verantwoordelijkheid dat dan vervolgens is, hoe moeten die volgens u in redelijkheid weten wat het gevolg is van onder rijkstoezicht of onder gemeentelijk toezicht staan? Ja, de wet is daar volstrekt helder over. Hè? Dus wil je gebruik maken van de mogelijkheden die het kinderpardon biedt, dan moet je onder rijkstoezicht staan. Ja, maar die wet is pas later gekomen. Die wet is pas later gekomen. Maar het is altijd zo geweest dat je moet meewerken met de instanties, dat je ook moet meewerken waar dat mogelijk is met vertrek. Dat weet iedereen. Dat wordt altijd duidelijk gemaakt aan asielzoekers. En als mensen zich daaraan onttrekken, en nogmaals, dan vind ik het iets te makkelijk. U heeft qua richting wel gelijk dat het heel vaak zo is dat je landelijk sprake is van meewerken aan vertrek. En als je je daaraan onttrekt, dan kom je lokaal in een situatie waarin je misschien niet meer meewerkt en op die manier wellicht lokaal bekend bent, maar in die zin onzichtbaar voor de landelijke instanties. Maar er zijn natuurlijk ook gevallen denkbaar waarin je bijvoorbeeld onder de vlag van het COA bent uitgevallen en daardoor min of meer gedwongen werd om in gemeentelijk toezicht terecht te komen. Dus dat is in die zin complex en daarom hebben we ook die wet gemaakt zoals we hebben gemaakt. Omdat je daar, je kunt niet, of je hebt één landelijk regeling of je moet gaan rekening houden met 403 lokale regelingen. Tot slot, is niet een deel van het probleem hier dat na het generaal pardon uit 2007 de afspraak was dat de gemeentelijke opvang voor afgewezen asielzoekers zou worden gesloten. Dat was de keerzijde van het generaal pardon. Daar is niet altijd gehoor aan gegeven. En is het niet zo dat mensen die nu aanspraak maken op het kinderpardon en dus en tegelijkertijd in zo'n gemeentelijke opvang zitten, dat ze daarmee eigenlijk zeggen, ja, wij hebben er ergens recht op, terwijl gemeenten zich niet aan de eerdere afspraak hebben gehouden? Ja, strikt genomen klopt het natuurlijk dat de afspraak was, we beperken ons tot landelijke opvang en lokaal moet dat niet worden voortgezet. Maar ook hier zie je weer de verwarring die kan ontstaan als nogal wat officiële instanties en lobbygroepen, even los van de partijpolitieke connectie, bijvoorbeeld al denken dat het feit dat je deelneemt aan onderwijs betekent dat je onder toezicht staat van de gemeente. Ja, onderwijs is natuurlijk een niet verboden vorm van contact met de overheid. Volgens mij zelfs een recht. Maar zeker, maar in ieder geval niet verboden in 2007 bij het generaal pardon. Dus dat maakt het ook zo complex. En vandaar dat we de regeling, toen die gemaakt is, geprobeerd hebben zo eenduidig mogelijk te maken. Kijk even nog. Volgende vraag. Over het andere onderwerp? Ander onderwerp. Nou, hebben we dit gedaan? Oké, okay. Right. Ik ga niet ontvangen, nee. Dat klopt. Nou, hier is hij voor een privébezoek. Hij heeft laten weten dat hij het op prijs zou stellen een ontmoeting te hebben met vertegenwoordigers ook van het kabinet. Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken, zal hem ontmoeten om te praten over religieuze onderwerpen. Ook op een locatie waar dat religieuze aspect mee wordt onderstreept. Wij beschouwen de Dalai Lama ook als een belangrijke vertegenwoordiger van de Tibetaanse cultuur en religie. Tegelijkertijd is het zo dat
Nederland van mening is dat Tibet niet onafhankelijk moet worden. En dat dat onderdeel is van China. En hopen wij natuurlijk dat de vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap, maar ook van de Chinese regering, komen tot een hervatting van hun dialoog. Om te komen tot een betekenisvolle invulling van de autonomie van Tibet binnen de Chinese landsgrenzen. En binnen de Chinese grondwet. Nee, de Dalai Lama is geen vertegenwoordiger van een regering en ballingschap die we als zodanig erkennen. Zo ziet hij het zelf ook niet. Hè. Ook de Dalai Lama is geen voorstander van onafhankelijkheid van Tibet. Dus dat zowel aan zijn kant als aan Nederlandse zijde denken we daar hetzelfde over. Hij is een religieus leider. Hij heeft gevraagd om een gesprek met iemand van de regering. En Frans Timmermans, nogmaals op een locatie die ook het karakter van het gesprek zichtbaar zal maken, zal zo'n gesprek met hem hebben. Dat doen ze altijd. Die onwenselijkheid wordt altijd bekendgemaakt vanuit China, maar uiteindelijk maakt natuurlijk het Nederlandse kabinet daar zijn eigen afweging. Bent u bezorgd om de mensenrechten in Tibet? Wij hebben besloten, waar het betreft Tibet, ervoor te kiezen om vooral in te zetten op een bemiddelende rol waar mogelijk. Door te praten met verschillende vertegenwoordigers, erop aansturend dat de dialoog wordt hervat. Dat lijkt ons van groot belang en daar past niet bij om hele stellige posities in te nemen over de precieze situatie in dat deel van China. Tot slot, de heer Timmermans gaat wel ontmoeten bij hier en waar gaat het gebeuren? Dat wil ik u absoluut laten weten, maar u overvraagt mij op dit moment. Maar de agenda van de heer Timmermans ken ik altijd bijna uit mijn hoofd, maar net dit aspect is me even ontschoten. Maar via de RVD krijgt u dat te horen. Via Buitenlandse Zaken zal dat bekendmaken. Buitenlandse Zaken zelf. Ja, ja. Aansluitend. Aansluitend. Nee, jij ook? Ander onderwerp? Ja, dan eerst. Is het toch niet een beetje dubbel met die Dalai Lama? Want u zegt wel, hij wordt ontvangen. Althans, er is een ontmoeting met de geestelijk leider van Tibet. Mm-hmm. Maar de bevolking van Tibet ziet hem gewoon als een leider van het land. En ook de Chinezen beschouwen hem als een gevaar wat dat betreft. Nou, hij ziet zichzelf in ieder geval niet als leider van het land. Want hij is geen voorstander van de onafhankelijkheid van Tibet. En als minister-president is het mijn gewoonte om voormannen zoveel mogelijk mijn drukke agenda te beperken tot voormannen van regeringen of presidenten van landen. Dat kan eventueel ook regeringen van landen of gebieden zijn waarvan nog discussie is of ze wel of niet onafhankelijk zijn, al naar gelang de Nederlandse positie in zo'n specifiek conflict. In dit geval nog de Dalai Lama zelf. Nog Nederland, nog de Chinese autoriteiten zijn van mening dat Tibet onafhankelijk zou moeten worden. Dus als hij vraagt om een gesprek, het is een belangrijk man. Hij is een belangrijke vertegenwoordiger van de Tibetaanse cultuur en religie. Dan vind ik het ook voor de hand liggen dat je hem natuurlijk respectvol ontvangt. En dat zal Frans Timmermans zonder twijfel doen. Maar zit dan een verschil tussen Amerika en Nederland, waar in de Verenigde Staten wel de president van Amerika de Dalai Lama ontvangt en u ja, dus niet? Dan kunnen we nog wel een paar verschillen bedenken tussen ons en heel veel andere landen. U hoorde net uw collega van de Volkskrant over Noorwegen, waar ik begrepen heb dat de hele regering afziet van gesprekken. Omdat de Chinezen dat niet op prijs stellen. Ook ons hebben de Chinezen laten weten dat zij zo'n ontmoeting onwenselijk vinden. Ik meen dat de relatie met China zo goed is dat je ook wel eens een keer onder vrienden meningsverschillen kunt hebben. En ik vind zo'n ontmoeting met Frans Timmermans om te spreken over religieuze kwesties zeer acceptabel. Maar begrijp ik nu goed uit uw woorden dat u zeg maar het dreigement, of in ieder geval de mening van de Chinezen, dat wel heeft meegewogen? Nee. Absoluut niet. Nee. Oké. Okay. Ruud Mikkers over een ander onderwerp. Ja, nog een laatste vraag hierover en dan gaan we naar Ruud Mikkers. Gevolgen zijn. Nee, zeker niet. Die zijn heel erg goed. Nee, we hebben een hele brede en stevige relatie met China. Net natuurlijk een heel succesvol inkomend staatsbezoek gehad. Ook in die gesprekken van mijzelf met de premier, president, in november vorig jaar in Beijing. De gesprekken die we gehad hebben, de Chinese president en ik nu vlak voor de atoomtop, eind maart. Daar praten we natuurlijk over heel veel dingen waar we het eens zijn, maar ook over zaken waar we het oneens zijn. En dat is mijn opvatting dat
dat ook juist de kracht is van het Nederlandse buitenlands beleid. Dat wij met heel veel landen goede relaties onderhouden. Maar als goede vrienden ook ingewikkelde kwesties kunnen bespreken. Nou, in dit geval heeft China een ingewikkelde kwestie in onze richting. Ontvang de man niet. Wij maken onze eigen afweging. En is er gedreigd met het bekoelen van Nederland? Nee, er is aangegeven door de Chinese autoriteiten dat zij zo'n ontmoeting onwenselijk vinden. Precies zoals ze dat ook de vorige keren hebben gedaan. Ook eerder heeft zo'n ontmoeting plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het kabinet. En ja, wij maken daar net zoals in 2009, ook toen heeft de ontmoeting plaatsgevonden met de minister van Buitenlandse Zaken en de Dalai Lama. Dus dat doen wij vaker. Ruud Mikkers. Meneer Rutte, we staan aan de vooravond van de Europese verkiezingen. De PVV zoekt op Europees niveau, op Europees vlak, samenwerking met partijen als FPÖ en het Front National. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat onverstandig, omdat deze partijen, waar het betreft de positie van allerlei bevolkingsgroepen waar de PVV voor zegt op te komen, bijvoorbeeld homorechten, maar in een aantal gevallen ook de positie van de Joodse staat van Israël, opvattingen heeft die natuurlijk sterk afwijken van het gedachtegoed zoals ik dat van Geert Wilders ken. Dus ik begrijp het niet van hem dat hij het doet. Maar goed, hij heeft daar zijn eigen afwegingen en die mag hij natuurlijk ook maken in een vrij land. Maar ik vind het niet verstandig. Kwalificeert u daarmee de PVV als extreem rechts? En zo nee, verandert dat als daadwerkelijk tot samenwerking wordt overgegaan met die partijen? Nee, ik plak geen etiketten. Nee hoor, zeker niet. Ik geloof dat Geert Wilders een echte democraat is. Daar heb ik helemaal geen twijfel over. Maar deze keuze die hij hier maakt voor deze samenwerking met partijen die ook het CD heeft er nog op gewezen, zag ik eerder deze week. Ik weet niet of het uw krant erover bericht heeft. Verbaast mij. Vind ik onverstandig. Maar nogmaals, we leven in een democratie. En Geert Wilders heeft het volste recht om zijn eigen internationale contacten op te bouwen. Zeker. Maar de partijen met wie hij gaat samenwerken, of wil gaan samenwerken, zijn die wel als extreem rechts te kwalificeren volgens u? Ik ben hier minister-president en geen politicoloog. Dat laat ik echt aan de politicologen. Dus ik pak daar geen etiket op. David Bremmer, AD. Meneer Rutte, u heeft volgens mij gisteren weliswaar in de positie van VVD-leider bent u naar Braschaat geweest. Zeker, daar was u. Nee, daar was ik niet. Nee, dat maar volgens mij, daar heeft u uw VVD-eurocampagne afgetrapt. Nee, dit trap ik zaterdag af. Dit was een pre-campagnebezoek. Ja, volgens mij hebben VVD-voorgangers het ook wel eens gedaan. Maar ik vroeg me af, behalve een oproep om te stemmen, heeft u deze groep Nederlanders ook wellicht licht vermanend gevraagd om terug te keren naar Nederland en om daar een auto of een Jaguar wellicht aan te schaffen? Nou, gezien het feit dat heel veel Vlamingen inmiddels in Nederland wonen en ook zeer senior posities in de samenleving bekleden, is er een behoorlijke balans tussen Vlamingen in Nederland en Nederlanders in Vlamingen, in Vlaanderen. En het was een bijzonder plezierige bijeenkomst op een hockeyclub die hoofdleverancier is van het nationale Belgische, want dat is een federale aangelegenheid, Belgische nationale hockeyteam. Mark Lammers, onze grote Nederlandse hockeycoach die daar coaches van het Belgische herenelftal. En wij wensen hem heel veel succes, maar net niet te veel, maar wel veel succes. Het zijn 2000 Nederlanders die daar vooral om belastingtechnische redenen wonen. Ja, maar ze zeggen ook zelf wel dat die belastingtechnische redenen inmiddels aan kracht hebben verloren. Omdat ook door allerlei maatregelen in Nederland in het belastingstelsel, kijk naar de grote wijzigingen in het toptarief begin deze eeuw en andere maatregelen, ook ten aanzien van de VPB die we in Nederland hebben genomen de laatste jaren, de belastingconcurrentie tussen Nederland en België behoorlijk is afgenomen. Maar ze wonen er. Ze hebben inmiddels een huis daar, hun kinderen op school. Dus het is nog geen reden geweest in alle gevallen om direct terug te keren. Maar ik heb daar geen moreel oordeel over. Ik had er een leuke avond bij mensen die om wat voor reden dan ook ervoor gekozen hebben daar te gaan wonen. Nog steeds hier kunnen stemmen. Dirk-Jan Epping, lijstduur bij de VVD, voert specifiek campagne gericht op de Neder-Belgen en andere Nederlanders in de diaspora, ook in andere landen. Lastig is alleen, hoe krijg je ze geregistreerd? Hoe registreer je jezelf? Nou, daar is ook al een initiatief uit het parlement van mijn partij, andere partijen, om het makkelijker te maken om je te registreren als kiezer als je in het buitenland woont. Maar dat blijft nog steeds, dat bleek ook gisteravond. De slag van de heer Peperkorn van de Volkskrant eindigde daar ook mee. Dat het directe electorale effect van zo'n bezoek in die zin zijn beperking kent in de vraag hoeveel van de aanwezigen zich ook geregistreerd hadden. En daar had hij geen al te grote hoop over. Ik was iets positiever, maar ik hoop dat ik gelijk heb. Duidelijk. Julius Visjager. Meneer Rutte, loopt u
Rook ik? Ja, volg u? Nee, ik rook niet. Maar bent u nou roken belangrijker dan bijvoorbeeld het horen van klassieke muziek? Dan horen van klassieke muziek? Ja. Ja. We willen wel weten wat u belangrijker vindt. Dat is een... Ja, ik ben ook bang over hier iets verkeerd gaat. Ik denk dat ik toch voorzichtig klassieke muziek opschrijf. Oké, voorzichtig. Ik heb wel gerookt, maar al één keer. Nee, sinds 2007 niet meer. Ja. We gaan dit snel afsluiten. Ik wens jullie allemaal een goed weekend. Goed weekend.